Dit lijkt een normale kledingzaak, maar in het pashokje kunnen mensen verdwijnen. Sexy verkoopster Lente neemt dolgraag alle maten van haar mannelijke klant op. Ze duikt zelfs het pashokje met ze in. Pascal leidt de dames af en, oh ja, alle mannen zitten in het complot. Dat u dat even weet. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. U mag hier lekker gaan zitten. Ik heb een drankje voor u, lekker hapje. En u kunt even lekker, lekker. Ja, dankjewel, laat lukken. Hier zo bij de nieuwe lijn broeken. Wat vindt u van deze? Ja, laat maar proberen. Ik denk dat uw benen en billen hier goed in uitkomen. Ja, zonder om die mooie billen te verstoppen. Ja. Toch? Ja, zeker. En laten we eerst even uw maat opmeten. Als u... Het is wel handig om dat even bij de spiegel te doen. Zo. Deze heeft kontzakken. Kijk, kun je lekker je hand in steken in kontzakken. Ja. Lekker warm. Ja, lekker warm, lekker warm. Stevige kont, hè? Ja, goede kont, goede kont. Trek vast. Ik vind het wel prima, zo toch? Je kunt ook gewoon zo zien hoe de spijkerbroek formaat is. Nou, anders gaat u gewoon eerst even deze even passen. Deze even passen. Zo. Als er wat is, kunt u mij gewoon roepen. Ja, ik ga het proberen. Vindt u het drankje lekker? Ja, hoor, prima, dankjewel. Lekker, meneer. Ik kom even kijken. Ja, wat gebeurt daar toch allemaal, mevrouw? Onze Lente blijft een hele minuut lang in het pashokje. Best gek. Gaat deze mevrouw ingrijpen? Pasti. Boeba, pasti. Boeba. Hier, hoe ben je nou maar achterlijk uitgelopen? Nou, ja zeg. Ik ben toch niet gek, of wat? Waar is die verkoopster dan? Die gaat hier net naar binnen. Waar is die nou ooit achterlijk? Deze broek heeft ook kontzakken. Kan je handen lekker insteken. En heeft deze nog? Ja. Oké, die heb ik. Nou, nu ik je broekmaat weet, mag ik dan ook je telefoonnummer? Ik denk dat deze al moet passen. Wil je liever een andere of wil je deze even passen? Ja, zul je mee beginnen? Ja, nee, is goed. Als er wat is, mag je me roepen. Ik blijf hier staan. Welke is beter? Ja. Ja. Ik heb ook in de mode gewerkt, hoor. Oh. Hoe gaat het daar? Oh ja. Goeie onderbroek ook. Ja, heb je goede aantrokken. Nou, had hem willen. Klaag niet, hoor. Oh, wacht, ik knap even. Waar is die verkoopster dan? Die is het. Waar is ze dan? Huh? Show aan het ontvoeren, denk ik. Geen idee. Succes. Deze past er niet, maar pak in de andere. Maar je bent er goed uit. Nee. Pakken. Deze vond je ook leuk, hè? Ja. Zullen we deze even meenemen die kant op? Ja. Ga ik ook even meten. Als u dan even bij mij wil komen staan bij de spiegel, dan kan ik aan die kant uw mooie billen zien. Nee, andersom alsjeblieft. Mag ik uit je vragen? Wat vind je van deze broek? Ja, ze kan die wel. Dat is wel leuk. Ja? Ik heb een stevige billen hoor. Kijk. Even aan de binnenkant meten. Ja. Ruik je trouwens lekker? Ik denk wel dat we een 32 nodig hebben in plaats van een 34. Ga je altijd zo kleurig met je pantalon? Sorry, ik zal me inhouden. Sorry. Wilt u nog even verder kijken voor een andere broek of wilt u eerst deze passen? Ja. Heb je al gezien? Pas maar aan de spijker voor die spijker. Ja, passen. Gaat het gang? Ga er maar lekker in. Ik zal hem even goed dicht doen. Wat vind je hiervan? Uw blauw is wat leuk staan. Ja? Zomer.
Maar deze dame kan ook hartstikke goed advies geven. Misschien wel beter dan mij. Lukt het nog? Oh, ik ga even helpen. Ik heb die onderbroek goed. Zij kan het heel goed. Ze kan zelfs de verdwijn natuurlijk van Hans Kazan of zo. Dit is doms. En klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.